Tegenstander was de Champions League winnaar van volgend jaar, het Russische Zenit Kazan. Sparidans kreeg in de wedstrijd regelmatig kanonskogels om de oren van Alexei Tcheremizin, Alexander Bogolov en Alexander Korneev. Die namen verloren met 3-0, maar toch had Sparidans genoten. Ja, ik wil zeggen. Er staat daar een servicekanonmeter. En ik heb regelmatig 100 km per uur op zien staan van de diagonaalspeler. En dat ben ik niet gewend. En dat is mooi. Mooi om mee te maken. Vorig seizoen speelde Sparidans met Sliedrechtige clubs als Twente 05, Inter Rijswijk en Zaanstad. Nu stond hij tegenover de top van de wereld. Dit is denk ik wel even 180 graden anders, ja. Maar dat heb ik bewust voor gekozen en dit is prachtig. Ogenschijnlijk heeft Sparidans zich razendsnel aangepast aan het hoogste niveau. Ja, ik heb mijn aanpassingen moeten doen. Het niveau natuurlijk vraagt erom. En daar heb ik zelf ook mentaal een hoop in te leren nog steeds. En dat is het meeste aanpassen, zeg maar. Ik bedoel, het is niet alleen de ballen die harder op je afkomen. Het is ook alles eromheen wat harder op je afkomt. In zo'n korte tijd. En daar heb ik veel in te leren nog steeds. Champions League. Besef je af en toe wel eens van dat je er hebt gespeeld. Verdorie, tegen de kampioen van het afgelopen jaar. Ja, ik lag tussen de middag door. We hebben vanochtend getraind in bed. Toen heb ik toch nog eens even alles teruggehaald wat er vroeger gebeurd is. Wat ik ervoor heb moeten doen. En als je dan hier zo staat, mensen om je heen. En met trommels. En ja, mooi. Die kippenvel. Zenit Kazan. Maar dames en heren, de zweren zich kappen. En ze gaan vanmorgen.